gaan vandaag technomen. En nu ga ik Jor ophalen. Maar die heeft vanmorgen nog even 19 kilometer strongmanrunnetje gedaan. En speciaal voor hem heb ik even een bak met friet en frikadellen meegenomen. Even kijken hoe die er aan toe is. Helemaal gek. Hier is die hoor. Zo. Heb je overleefd? Ja, best wel. Oh, we gaan weer even vloggen. Natuurlijk. Wat gaan we doen vandaag? We gaan een kloot zijn. Maar dat zei ze al. Ja jongens, het festivalseizoen is begonnen. 1 van de 8. Het was een supermooi festival om het festivalseizoen af te trappen. Voor €41,50 kost geen reet. Gewoon echt hele toffe namen. De Sluwevos, Patrick Topping, Penpot, Rot kwam er ook voor het wat rauwere werk. Dat is Rotterdam. Het zit in het park achter Blijdorp. Direct bereikbaar vanaf de snelweg. Dus ideaal. Supermooie dag gehad. De locatie is heel leuk, want het is in het park. Er zit een watertje in het midden. Het ziet er mooi uit. Toiletten prima geregeld. Lekker schoon, helemaal top. Je kan makkelijk snel. Pap, 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 pap. Eten ook goed. Vooral voor ijsjes, want het was gloeiend heet. Dat is leuk aan het festival. Het is een intiem festival. Ja, het is gewoon top. Deze man is er ook bij. Flying Dutch. Nou, normaal had ik nooit verwacht dat ik hier ooit naartoe zou gaan, maar ja, gratis kaarten laat je niet zomaar vliegen. Wat je moest doen, was met je telefoon had je een app van de ING en dan kon je zo in de lucht scannen. En als je dan het logo van de Flying Dutch zag, pat, dan had je vrije kaart. En wij gingen gewoon met een groep van 18 man allemaal gratis naar de Flying Dutch. Aan zich is er niks mis met dat festival. Het zijn natuurlijk de grote bekende namen uit Nederland, maar hier merk je gewoon dat het één grote verzamelbak is van dagjes mensen. En daar is niks mis mee, maar het is dus niet de sfeer van de liefhebbers. Voor het geld, €54,95, zou ik er persoonlijk nooit naartoe gaan. Je kan daar niet kiezen. Er is maar één podium. Je kan dus nooit ontsnappen. Iedereen die draait ongeveer hetzelfde. De verfrissing was Oliver Heldens, want die doet dan wat anders dan wat de rest. Als je gewoon echt van die artiesten houdt en je wil ze van maar één keer snel zien, ja, dan is dit zeker een mogelijkheid. Bereikbaarheid, mwah. Je kon niet parkeren daar zo, dus het moest allemaal met openbaar vervoer. Pendelbussen waren oké geregeld, maar duurde lang. En nou ja, minpuntje daar. Kijk, de sfeer is helemaal niks, maar terrein, dat maakt het ook niet af. Weet je, het is op de parkeerplaats van Ahoy. Weet je, het is één grote kale vlakte, één grote asfalt. Ik bedoel, er kan een vliegtuig landen als je wil, weet je wel. Het is geen sfeer af, het is gewoon een groot steigerpodium. En wat er op zich wel aardig uitziet. Eten, fucking lang wachten, veel te duur. Ik heb daar voor maar 35 minuten in de rij gestaan voor een broodje shawarma, waar ik iemand mee dood kon gooien. Toiletten, ja, wel snel aan de beurt. Maar van die neergepleurde scheidbakken, niet van die mooie toiletjes op een wagen. Maar goed, je mag niet zeuren, je weet naar wat voor feest je gaat. Je gaat naar een commercieel feest. Je moet een gegeven paard niet in de bek kijken. Flying Dutch. Ben ik er toch een keer geweest. Goedemorgen jongens en meisjes. Festivaletje nummer 3. We Are Electric. 3 dagen lang. Dus maandag ben ik kapot. Ik heb er wel heel veel zin in. Nog even snel werken en dan party. Hoi. Hoi. Oh, yeah, you don't stop.
Lekker geslapen? Heerlijk geslapen. Lekker geslapen? Ja. Je ziet er wel fris en fruitig uit. Dus gewoon zonder make-up zo pat. Hashtag no make-up. Ja. Hallo. Ik ben er ook. Ik heb eten. Vloeibaar. Anders lukt het niet. Wat heb je gedaan gisteren, Bruin? Gisteren heb ik de hele camping verkend. Ik heb iedereen ontmoet. Heb je vrienden gemaakt? Ik heb heel veel vrienden gemaakt. Handen omhoog als je geen BH hebt. Yeah. Hey, ik heb geen gisteren onwijs een grote kliko reef gehad. En dat was super vet. Een super dikke aanrader midden in het festival tijdperk. Een super dikke aanrader voor iedereen die van elektronische muziek houdt en met name van drum and bass en een beetje elektrotechno. 3 dagen lang voor zo weinig geld. Het is echt super goed. €65. Er komen op zich wel grote namen. Benjamin bijvoorbeeld, Dub & Fix is ook gekomen. En het leuke dit jaar hadden ze ook meer house dingen. Zaterdag hadden ze stage die Future House deed. Dus Mr. Belt & Weasel, Cham, The Him. Super vet, dus het is het wat breder getrokken. Maar toch wel specifiek, want Future House, weet je, het is een hokje erbij. Erg cool, ik ben er heel erg fan van, dus ik heb er extreem vermaakt aan. De locatie is super, het is op het E3-strand, vlakbij Eindhoven. Er wordt ook Dominator gegeven, het is alleen kleinschaliger. De sfeer is super goed, want het is een beetje alternatief en experimenteel tegelijk. En omdat die drum and bass garde loopt in combinatie met wat techno-mensen, dat is gewoon een super leuke combinatie. Onwijs open-minded, dus ik heb onwijs veel mensen leren kennen. Ik heb er ook vrienden aan overgehouden. Daarmee ben ik ook nog naar een ander feest gegaan. Ja, echt waar. Voor dit geld, prachtig feestje. Echt waar. Kijk, je moet geen dikke vette aankleding verwachten. Dat is er niet. Maar er zijn gewoon wel ongeveer 8 stages. 3 dagen lang. Waar je gewoon echt goede namen kan vinden. Eten, perfect. Overal van die food trucks. Allemaal biologisch. Van alles en nog wat voor op zich schappelijke prijzen. Nou ja, natuurlijk, het blijven festivalprijzen. Maar ja, dikke 10.